Wagwan, leuk dat je weer eens kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuw Amsterdams. Mijn naam is Rikon Gelofelijk. We zijn in het hartje van Amsterdam om te kijken aan de mensen die op de hoogte zijn van Nieuw Amsterdams. We gaan het zien. Let's go. Kan jij me uitleggen wat het woord lid betekent? Lid. L-I-T. Lid zijn van iets? Ik weet wel led of lidwoord met een D. Lid. Straattaal. Oh, straattaal. Oh, nee. Straattaalgewijs. Zou ik niet mee kunnen helpen? In het Frans is het bed. Ja, is een piemel toch? Kan van alles zijn. Ooglid, benedenlid. Ik weet wel het woord snoer. Snoer? Ja. Wat betekent dat dan? Volgens mij kan je snoer aan iemand krijgen. Geen idee. Helemaal niet? Oh, oké, okay. Lekker kort. Dankjewel. Lid. Een manier om positiviteit over een situatie aan te duiden. Lid betekent aan. Zoals een feestje is lid. Nou, weer wel bijgelid dan. En je hebt er nooit van gehoord? Nee man. Welk woord gebruik jij dan als je iets heel leuk vindt, een feestje heel leuk vindt? Het is vet. Gaande. Lijp. Gewoon leuk. De pizza is on. Feestje is gezellig. Gewoon lekker simpel. Ja. Wanneer is een feestje lid voor mij? Als het gezellig is met vrienden. Drank. Meid, drank. ja. Je drinkt? Nee. Goede muziek. Dan wordt het al wel snel lid. Dan ga je niet naar je bed en je gaat niet naar huis. Zo hoor ik het graag. Oké. Dat zijn mooie meisjes zijn toch? Veel mooie meisjes. Heeft u enig idee wat het woord schetsen zou kunnen betekenen? Straattaalgewijs. Schetsen? Schetsen. Heeft het iets te maken misschien iets met vrije, denk ik zoiets? Is het een scheldwoord? Nee. Oh. Het lijkt op scratchen, wat die DJ's doen. Schetsen. Schetsen? Tekenen? Nee, straattaal. Dat weet ik niet. Schetsen. Voor de gek houden. Je kunt schetsen en geschetst worden. Met andere woorden, je maakt een afspraak met iemand. Hey, 3 uur daar en staat. Je bent niet 3 uur daar. Begrijp je? Je bent 4, 5 uur, kom je pas aan. Als je met je matties naar ergens naartoe zou gaan en je flasht je matties voor een chick, dan schets je je matties. Oh, oké. Okay. Lol, ik kwam er echt niet op. Bent u wel eens geschetst? Bent u wel eens voor de gek gehouden? Ja, iedereen wordt wel eens een keer voor de gek gehouden, of niet? Voor de gek gehouden? Ja. Moet je kijken, hierna, de hele dag. No man, ik schets mijn matties niet. Bros before roos, je weet toch? Hey. Nou, ik ben natuurlijk wel geblondeerd, hè? Dus dan word je al gauw voor de gek gehouden. Ja. Ik word vaak geschetst, man. Maar ja, je weet toch, zo is het leven, man. Ik denk dat als jij een makkelijker jongetje bent, dat je makkelijk geschetst kan worden. In de buurt. Klopt. Gebruik jij het woord wel eens? Tuurlijk. Maar alleen ik doe het zelf niet. Ik ben een eerlijke jongen. Leuk dat je weer eens hebt gekeken naar een aflevering van Nieuw Amsterdams. En vond jij dit een leuke video? Laat dan een like achter. En zet in de comments welke woorden ik zou moeten bespreken in de volgende aflevering. En deel het met je vrienden. Te nieuwsgierig hoor. Shit man.